Dag, dames en heren. Vanmorgen begonnen we de dag, zeker landinwaarts, met mooie opklaringen, blauwe luchten. Maar al vrij snel ontstonden stapelwolken. En dat niet alleen. Stapelwolken wisten al op diverse plaatsen vrij snel door te groeien tot buien. Buien die we ook heel duidelijk terugzien op de regenradar. Vooral in het noorden en westen zijn de buien actief in deze ochtenduren. Het valt op dat de buien heel traag trekken. Dat betekent dat als je onder zo'n bui zit, dat het echt wel eventjes een tijdje doorregent. Het oosten en ook vooral zuidoosten van Nederland is nog tot halverwege de ochtend droog gebleven. Maar ook daar staat vandaag toch wel een enkele bui op het programma. Als we wat uitzoomen en we de weerkaart bekijken van onze omgeving, dan zien we dat er weinig luchtdrukverschillen zijn. Die lijnen van gelijke luchtdruk liggen relatief ver uit elkaar, gaan zelfs nog wat verder uit elkaar. Maar er zitten ook gebieden met bewolking en buien. En die tollen als het ware over onze omgeving. En overdag met het oplopen van de temperatuur zien we dan ook weer dat de buigheid gaat toenemen. Ik verwacht morgen dan ook bijvoorbeeld wat meer buien en wat intensievere buien nog dan vandaag. Maar goed, vandaag is er dus ook her en der een bui actief. Met name in het noorden ook vanmiddag nog steeds her en der wat buien. Tussendoor ruimte voor de zon. Temperaturen een graad of 15, wat magertjes voor deze tijd van het jaar. En bij dat alles staat niet al te veel wind. Aan het begin van de avond valt er ook plaatselijk nog een bui. Vannacht is het overal droog en landinwaarts. Bij een wegvallende wind en felle opklaringen gaan het afkoelen naar zo'n 4 of 5 graden. En dan kan er ook wel wat nevel of mist ontstaan. Dat is morgenochtend natuurlijk allemaal heel snel verdwenen. De ochtend lijkt zo goed als overal droog te verlopen. Enkele buien sluit ik niet uit. Maar het is vooral wachten op de middagperiode, waarbij de temperatuur dan oploopt naar zo'n 17 tot 20 graden. Ja, dat is dan voldoende om toch een aantal buien tot ontwikkeling te laten komen. Wat fellere buien nog dan vandaag, waarbij ik ook zeker niet uit. Sluit dat er wat onweer bij is waar te nemen. Wind uit oostelijke richting ja, die stelt heel weinig voor. Als we dan vooruitkijken, dan zien we dat er ook woensdag nog wel een aantal buitjes in met name de middagperiode vallen. Met dan landinwaarts 20 21 graden. In de kustprovincies lijkt het droog te zijn met een voorkeur voor zonneschijn. En als we dan verder vooruitkijken, donderdag, waarschijnlijk een droge dag. En ook vrijdag ziet het uit dat het droog is, met zowaar een uh, nog wat hogere temperatuur. En die stijging van temperatuur die zet tijdens het volgende weekeinde, het pinksterweekeinde, door. We zien zelfs dat de temperatuur weet te pieken richting de 25 graden. Maar, er is een duidelijke maar, met het oplopen van de temperatuur zien we dat juist dit weekend ook de neerslagkansen toenemen. Dus of we het helemaal droog houden, dat is nog maar de vraag. Fijne dag verder.